Regenfiber, supporter van Excelsior 31 TV. Welkom bij Excelsior 31 TV, het mediakanaal van Excelsior 31. Welkom bij het Excelsior 31 Weekjournaal. Hoe heet jij? Lieke. En hoe heet Lieke nog meer? Van de Maat. Lieke van de Maat. En jij bent vandaag pupil van de week. Ja. Hey, op wat van school zit jij? Wilhelmina. Wilhelmina school? En jij voetbalt bij Excelsior? Ja. In welk team? Tsjechië. Tsjechië. En doe je dat met allemaal meisjes of ook nog met jongens in jouw team? Allemaal meisjes. Allemaal meisjes? En heb je gisteren nog gevoetbald? Ja. En hoe ging dat? Verloren. Verloren. Maar wel plezier gehad. Ja. Dat is het belangrijkste, hè? Hey, heel veel plezier vandaag. Lambe Voortman, aanstaande dinsdag een bekerwedstrijd Excelsior 31 tegen Willem II. Moeten er speciale dingen nog voor geregeld worden? Het is natuurlijk een wedstrijd in het kader van de KNVB-beker waar sowieso de nauwe voorschriften voor zijn. Maar voor de rest zijn er heel veel zaken die wij op eenzelfde manier hanteren als een normale competitiewedstrijd. Uiteraard speel je nu tegen een club uit de Jupiler League. Geeft er weer een nieuwe dimensie aan. En het feit is er natuurlijk ook zo dat in deze keer alle leden een trainer moeten betalen. Dus dat is ook wel apart. Waarom is dat? Dat is een zaak die wij een aantal jaren geleden al hebben afgesproken intern. Omdat het toen een voorschrift was van de KNVB. En daar gaan wij op verder. Ja, ik heb de bedragen gezien. Dat zijn nette bedragen. €5 entree? Nou, dat vinden wij ook. Wij hebben juist de lat een beetje laag gelegd, zodat niemand daar echt een probleem van hoeft te maken. En als je graag Excelsior wil zien, dan moet je een klein beetje moeite doen en €5 betalen. Dat lijkt me niet te moeilijk. Nee, want laagdrempelig, dat houdt in zoveel mogelijk mensen aan de lijn. Ja, dat zou heel mooi zijn als wij een paar duizend mensen hier kunnen binden en dat we er een geweldige ambiance van kunnen maken. Welkom bij Latje Trap. De spelers van het eerste elftal schieten vanaf 3 afstanden en kunnen 1, 3 en 5 punten per schot halen. Deze week in Latje Trap. Welkom bij Latje Trap. Dennis Mahmoudov, hoeveel ga je raak schieten? Ik hoop ze allemaal, toch? Ja, daar gaan we toch vanuit? Ja, daar ga ik ook vanuit. Ja. Lekker. 5 punten. Ja. Eén keer erop. Dat is niet best. Kom. Je bent stijf en ja, je moet ook in één keer aan de bak en het is wel lastig. Ja. Volgende week gaat assistentcoach Rian Eertink proberen om John Lubbers van de eerste plek af te stoten. Hij heeft in ieder geval goede voornemens. 5 ballen van die 5 ballen, dat denk ik alle maar raak. Vanavond, donderdag 19 september, zijn we aanwezig bij de ondertekening van de talentencontracten van Robin Scheer en Kevin Troost. Kevin Troost en Robin Scheer, gefeliciteerd met jullie contract. Ja, dankjewel. Ja, bedankt. Wat zegt zo'n contract jullie? Ja, dat spreekt toch wel waardering uit voor ons. Dat we op goede weg zijn. Ja, want jij hebt al een paar wedstrijden meegedaan, Kevin. Ja, dat klopt helemaal. In het begin ging het ook wel goed, ja.
wel mooi niveau, hoog. Dus. En jij, Robin? Ja, je kreeg wel vertrouwen van de club en dat bleek wel weer zo'n contract. Helaas ook nog geen wedstrijd gemaakt, maar... Je bent nog geblesseerd, geloof ik, hè? Ja, ik heb een scheurtje in de enkelband, dus daar zit ik nu een weekje nog meer. Dus. De mensen die jou niet kennen, wie is Robin Scheer? Ja, Robin Scheer uit Albergen. Een jaar lang gevoel bij assistenten. Daarvoor bij de regionale club uit Albergen, de Tukkers. Zit op school, Saxion. Veiligheidskunde studeer ik en ik ben 20 jaar. Vanaf hoe lang speel je al bij Excelsior? Dit is mijn vierde jaar alweer. Ik ben eerstejaars ben ik bij de A1'tjes gekomen, bij trainer Mark Lobbert. Dus, Daarna tweede? Ja, vorig jaar heb ik de overstap gemaakt van A1 naar tweede. Goed bevallen. Ook al een paar keer meer getraind met de eerste. Dus, ja. Kevin, wij kennen jou al langer. Geboren en getogen ben en binnen de club, om het maar even zo te zeggen. Ja, dat klopt helemaal. Ik voetbal hier volgens mij al 14 seizoenen. Ik heb aan een stuk daar hier gevoetbald in de selectie. En ja, net als Robin, de overstap van A1 naar tweede gemaakt. Daar een kans gekregen om te rijpen en dan gewoon maandag mee trainen met eerst. En ja, in de zomer de stap gemaakt naar het eerste. Ja, dat is denk ik een hele mooie stap. Nog eventjes terug naar jouw verleden. Want wat ik zelf leuk vond is, volgens mij toen jij B-speler was, heb je op Papendal nog gespeeld. In het Oranje? Ja, dat klopt. In 2009 werd ik geselecteerd voor Jong Oranje. Voor de amateurgedeelte dan. En dan maakte ze ook een uitstap naar Aruba voor de Koninkrijk spelen. Daar heb je mee gedaan. Ja, dat klopt. Goed, dit seizoen hebben we jou al even gezien. Afgelopen zaterdag zei de trainer van... goed, ik heb toch mijn voorkeur voor Dylan Voskuler. Is dat verder dan Kevin Troost? Ja, dat klopt. Ik had gehoord van de trainer dat hij weer voor Dylan koos. Want die is natuurlijk wel verder dan alles. Maar hij is ook wel een paar jaar ouder. Dus hij heeft al meer ervaring. Dus ik kan wel mooi achter Dylan gewoon rijpen. Wat is jouw positie binnen het elftal, Robin? Ik kan op de rechtsbackpositie en ook wel de hele verdediging. Ja, op elke positie in de verdediging kan ik wel. Wat heeft je voorkeur? Liefst rechtsback, daar kan ik een beetje afkomen. Ik ben wel aanvallend ingesteld als een verdediger. Dan heb je Kevin Siemelink en Adi voor je. Ja, klopt. Twee hele goede spelers. Adi doet hartstikke goed op de rechtsbackpositie. Maar ik hoop toch nog mijn kans te kunnen krijgen en die te pakken. Goed, zo'n contract, is dat voor 1 jaar of hoe moeten we dat zien? Ons werd gezegd dat het contract wel tussentijds op kon gezegd worden, als je niet meer doorontwikkelen. Maar in principe is het dan gewoon voor 1 jaar. Daarna? Want opzeggen, daar gaan we natuurlijk niet voor. Nee, inderdaad. We gaan natuurlijk voor het hele jaar. En als het goed gaat, dan een volwaardig contract krijgen. Wat mogen we van jullie verwachten? Of van jou verwachten, Kevin, komend seizoen? Voor mij, ja, dat ik me gewoon als een vast verdediger probeer te ontwikkelen. En dan gewoon als ik kan, er staan als Dylan er niet is. En jij, Robin, eerst eventjes weer helemaal heel worden? Ja, voor mij is het belangrijkste dat ik nu weer herstel van mijn blessure. Maar daarna gewoon weer doorontwikkelen en hopen dat mijn kans komt en dat ik die greep. Ik denk dat daarmee een bevestiging is dat wij een beleid voeren waarbij we meer jongens van eigen opleiding goede kansen willen geven om zich in Excelsior 1 te spelen. Wetende dat ook daar het erg moeilijk is. Want de sprong van de A-jeugd, eventueel via een tweede naar een eerste, is eigenlijk een hele hoge horde steeds gebleken. En nou ja, we hopen dat we daarmee meer spelers in het eerste kunnen krijgen. En dus lijkt me een goede zaak. Dan heb je ook nog het contract met Rian Eertink verlengd. Ook heel erg belangrijk. Ja, dat is zeker. Zeker voor de naam en faam van de club die we willen uitstralen, is het binden van een jongen als Rian Eertink voor ons van essentieel belang. Ja, dan is het goed denk ik dat je er weer uit bent gekomen. Ik zag Jan Veeniklaas was ook mee als contractonderhandelaar. Moeilijk gesprek geweest? Het waren harde gesprekken, moeilijk, maar we zijn er heel, heel gelukkig uitgekomen. Ja. Ja, iedereen was blij. Iedereen was blij, wij ook. En, we hopen dat we zijn blij dat we voor het 14e jaar met Rian een contract hebben kunnen sluiten. Dus dat is meer dan geweldig. Aanstaande zaterdag een wedstrijd tegen Excelsior Maassluis. Hoe is er afgelopen week getraind? Ja, weer lekker pittig en fel. En ja, zoals elke week, we willen gewoon
weer winnen en de goede lijn doorzetten. Dus dan trainen we ook gewoon hard om conditioneel gewoon sterk te blijven. Excelsior Maassluis, waar ken jij van hen? Helemaal niks. Dat gaat snel. Ik heb wel eventjes mijn huiswerk gedaan. Gewonnen van Katwijk, gewonnen van Spakenburg. Wat zeg je dat? Ja, natuurlijk, dat zie ik ook wel. Ik bedoel, ze hebben het heel leuk gedaan. Ze hebben heel zakelijk gespeeld volgens mij als je 1-0 wint en 0 houdt de hele tijd. Ja, verder, kijk, ik ken die spelers niet. Voor mij is het allemaal nieuw. Mij zullen ze denk ik ook niet kennen. Dus ik ken hen ook niet. Tuurlijk, ze hebben wat bekende namen van vroeger. Maar goed, die hebben wij ook. Dus, nou ja. Goed, Excelsior Maassluis. Weinig gescoord, maar ook weinig tegendoelpunten. Ik neem aan dat het dan een wedstrijd wordt wat jullie weer het spel moeten maken. Ja, of ze zijn heel goed om de counter eruit te halen. Dat kan ook natuurlijk. Dus dat weet ik niet. Maar ja, je weet bij ons, we hebben veel goals tegen en veel goals voor. Dus wij willen gewoon echt graag voetballen en we durven ook ruimtes te creëren en ook ruimtes te laten. En ik hoop dat ze daar heel erg moeilijk mee gaan hebben. Als je dan de pers afgelopen weken leest, want je geeft even aan van we hebben veel tegen, wordt heel veel op de verdediging nadruk gelegd. De verdediging van Excelsior 31, ben je daarmee eens? Nee, op zich niet. Niet ten eerste omdat ik in de verdediging sta, maar goed, je voetbalt met z'n allen. Net als dat we met z'n allen scoren. Ik bedoel, de ene week geeft John een assist, dan geeft Andy een assist, dan geeft die een assist. En dan is het een individuele actie. Voorafgaand aan sommige tegengoals maakt een aanval een fout. Dus ja, weet je, ik vind dat we het gewoon met z'n allen doen. We hebben met z'n allen 15 goals voor en met z'n allen 10 goals tegen. En dat is gewoon het basis, vind ik, van het team. Wat wordt de zaterdag? 3 punten. Goed, hou je aan. Dankjewel. Excelsior 31 TV. Direct de nieuwste video's ontvangen? Volg ons via twitter.com/Excelsior 31 TV.